De BI-infra is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, de COOG fase 1. Ze zijn onder andere begonnen met het inrichten van het werkdepot tussen de Melis-Stokelaan en de Boeteventstraat. De bewoners zijn reeds met een brief op de hoogte gesteld. Verschillende werkzaamheden zijn nodig om het werkdepot in orde te maken. De bestaande bomen krijgen bescherming en de groenstroken worden verhard. De BI-infra plaatst onder andere een werkketen en bouwhekken rondom het werkdepot. De parkeerplaatsen voor de auto's en fietsen van hun bouwplaatspersoneel komen onder andere op het depotterrein. Het werkdepot is tot eind 2022 in gebruik en wordt daarna weer hersteld.